Amy McDonald was dit hier op de Feel Good Station. Normaal gezien maakt hij hier het feestje altijd op vrijdagavond. Maar vandaag zit hij in richting Diepenbeek. En dat meer bepaald bij de collega's van Radio VRD. Want zij hebben dit weekend daar een marathon op het programma staan. En ik ben eens benieuwd of hij nog een beetje wakker is. Wout, een heel goede middag. Goedemiddag, Adelweg. Hallo, hey. Hallo. Zeg, hoe is het met de vermoeidheid? Eigenlijk bij mij valt dat goed mee, want er zijn een aantal nachtraven geweest, maar ik ben geen nachtmens, ik ben een ochtendmens. Ik was vroeg in de studio vanochtend, dus ik heb wel een beetje kunnen slapen nog, gelukkig. Dus je hebt eigenlijk al een beetje iets achter de kiezen, laten we het zo maar zeggen. Ja, toch wel, ja. Zeg maar Wout, vertel eens heel eventjes, jullie doen dit weekend een marathon, wanneer zijn jullie gestart? Men is gestart vrijdagochtend om 9 uur. Vrijdagochtend om 9 uur is het allemaal van start gegaan. Hoe is het idee eigenlijk gekomen? Ik zelf ben niet de man achter dit project. Maar we hebben daar wel iemand anders voor. Dat is onze Rex, zoals hij zichzelf noemt. Ja. En die is dat eigenlijk opgesteld. Dat is een beetje gebaseerd op platen die we destijds hebben gedraaid in de VRD Top 1000. Mm-hmm. Daarop is de lijst gebaseerd. Dus er zijn er, dacht ik, 765. Dus een lijst die dan op vrijdag is gestart en die vanavond ergens ten einde zal lopen. Ja, ja. En op welk nummertje zijn jullie ondertussen beland? Wij zitten nu, ik dacht op 47, maar we zijn in de top 50 begonnen, dus... Ah zo, dus het einde komt in zicht, hè? De 50... Komt in zicht. Ja, maar dan heb je natuurlijk die langere platen, hè, dat wel. Ja, dat heb je dus natuurlijk wel. Welke jaartallen zijn ondertussen al zo'n beetje gepasseerd? Het is vanaf wanneer eigenlijk? Goh, dat is eigenlijk doorheen heel de, ja, hoe zal ik zeggen, de meeste platen die je hebt. Ja. Dat kan vanaf de 60's tot niet de meest recente hits, maar van enkele jaren terug, denk ik zo. Ja. Dus echt een afwisseling van jaartallen. Ja. En welk jaartal kan jou eigenlijk bekoren? Of welke platen, welke genres kunnen jou wel bekoren? Dat gaat heel uiteenlopen, maar ik ben eigenlijk een liefhebber van de 80's en de 90's. Hè, vooral. Ja, dat vooral. Zeg, jij hebt op dit moment nog uitzending. Tot hoe laat ga jij dus nu nog eventjes door? Wij zijn er nog tot 6 uur. Tot 6 uur. En hoe laat stopt het vanavond? Is dat 10 uur, 12 uur? Ik denk zoals het er nu naar uitziet, nu dat we al in de top 50 begonnen zijn, zou het tegen misschien een uur of 8, 9 gedaan kunnen zijn al. Ja. Dus tot die tijd kunnen de mensen nog gezellig meeluisteren met die top. Nu, als de marathon gedaan is, Wout, dan begint weer een nieuw hoofdstuk, hè? Want daar ben jij ook een beetje de bezieler van. Elk einde jaar organiseer jij ook altijd iets. En dat is het muziekalfabet. Wat houdt dat precies in? Ja, bezieler. Het is de tweede keer dat we dat doen dit jaar. Wat houdt het in? Heel eenvoudig. We starten op 26 december. Telkens van 10 tot 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En dan begin je dus met de letter A. En dan zoeken we een artiest die met een A begint. Zoals bijvoorbeeld Alphaville, Forever Young. Je hebt eigenlijk 2 letters per uur. Dus je gaat van A naar B. Het eerste uur. Het tweede uur ga je verder met de C en de D. En je eindigt met de Z en de dag erna. Dan ga je dus achteruit. Dan begin je met de letter Z. En zo ga je terug tot A, tot het eind van de uitzending. Tot het eind van je dag. Ah, super. Ja, dat is dus met het einde jaar wat er dus allemaal op het programma staan. Vanaf 26 december gaat het van start. 26 december tot en met 31, maar dan stoppen we ietsje vroeger, omdat we iedereen wil gaan feesten. Dus de laatste dag zal het ietsje vroeger gedaan zijn. Ik dacht op een uur of 6. Ah, zo. Super. Zeg Wout, tot 6 uur kunnen ze jou nog beluisteren. Via welke frequentie is dat dan? Via FM is dat 106.5 en als je naar de livestream gaat, is dat gewoon radiovrd.be. Voilà, zeg. Wout, ik wens jou heel veel succes toe, nog verder met de uitzending. Ik heb hier Nick Kamen, I Promised Myself, klaarstaan. Is dat een plaatje waar ik jou mee kan bekoren? Ja, tuurlijk, want het is een 90's plaat, hè. Dus het is wel een vlot nummer. En het is een nummer dat je niet zo vaak hoort en dat maakt het juist goed. Oké, super. Wout, veel succes! Dank je! I promised myself.